Maar die zonen van Aaron waren geroepen om dat te doen. In de dienst van de Heere. Ze waren door de Heere geroepen om dominee te worden. Of je zou ook nieuwtestamentisch kunnen zeggen dat de priesters in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament, dat al de gelovigen priesters zijn. Dat zegt Petrus. Jullie zijn een heilig volk. Jullie zijn een verkregen volk. Jullie zijn een heilig priesterdom. Nieuwtestamentisch. Zou je de gelovigen kunnen vergelijken met die priesters in het Oude Testament?